De Nationale Assemblée werkt aan de wijziging van 7 arbeidswetten. VHP-parlementariër Harriet Ramdien zegt dat de arbeidswetten in lijn gebracht moeten worden met de boeteregeling die is opgenomen in artikel 40 van het strafrecht. In het kader van de versterking en bevordering van de handhaving van de arbeidswetgeving is het noodzakelijk deze nader te wijzigen. Ramdien zegt dat de arbeidsgeschillenwet een belangrijke rol speelt in het onderhouden van goede arbeidsverhoudingen, wat ook invloed heeft op de economie en de sociale rust. De arbeidswet op zichzelf van 1963 speelt een heel belangrijke rol in het regelen van de werk en rusttijden op de werkplek, wat mede bepalend is voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de productiviteit in bedrijven. De ongevallenregeling, SOR op zichzelf, beschermt de werknemers die aan hun afhankelijke personen en de werkgever tegen financiële consequenties bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten beschermen. De bedoeling van de vakantiewet. Wat is de bedoeling van de vakantiewet 1975? Is om een jaarlijkse betaalde vakantie te garanderen voor elke werknemer met de overeenkomst, ongeacht de positie en type arbeid. Ramdien wijst er verder op dat de naleving van de vakantiewet van cruciaal belang is voor het welzijn van de werknemers en hun gezinnen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de Veiligheidswet van 1947, die een raamwet is en gaat over veiligheid en hygiëne in bedrijven. Deze staat centraal in het beleid op de werkplek en is bepalend voor de veiligheid, de gezondheid en de welzijn.